kijkers. Leuk dat jullie kijken. Ik speelde natuurlijk in mijn musical De Mark Zuckerberg. Op zijn leuke mooie torentje. Maar dit is echt vet. Dit is de hoogste toren van de stad. Sinds Jekaterinburg. Moet je kijken. Of die is hoger daar. Nee, dit is de hoogste. Echt? Ja. En dit is gewoon... Moet je je voorstellen, wij zijn gewoon reuzen. Of dit is gewoon allemaal gras en de mieren. Eigenlijk een soort grasweiland, kan je het jullie zo voorstellen. En dan dat de mieren en dan ben jij zo'n reus. Echt cool. Vet, kijkers, heel vet. Keurig. En deze enorme kerk. Hoe vond je het, Nick? Want het was een kerstmis die we bijwoonden, hè? Hoe vond je dat? Het was druk. Met kerstmis denk je aan... Ja, je raadt Jezus. Hallo beste kijkers, we staan hier voor de kerk waar de laatste tsaar van Rusland is vermoord. Ze waren er gewoon zat. Uit mijn hoofd was dat in 1717, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En daar is dus de tsaar van. En we zijn er naar binnen geweest. En dan hadden we zeg maar zo'n, hadden we iets van kerst meegemaakt. Hé, hey, wat heb je net gedaan? Van je glijbaan. Het is helemaal gemaakt vrij. Ja. En je begint hard, dan rem je. Kijk, ik heb zo'n ga je bochten. Wij hebben geen sleetjes, dus we moesten zonder sleetje. Dan ga je ook wel hard, hoor. Hé, hey, Lassen, is het warm of koud hier? Vet koud, maar dat zie je waarschijnlijk wel aan de sneeuw en ijs. Want anders kan het ijs niet. Echt? Mijn handen vriezen er vanaf tijdens het filmen, ja. Dus het is nu klaar. Nee. De tweede keer kreeg ik een slee en ik ging zo woem, stootte mijn hand, woem en ik vloog zo over het ijs in die berg. Nou, papa die gaat bijna dood, dus we hebben stoppen. Doei. Jongens, we zitten heel op het ijs te lopen. Gewoon vet cool. Helemaal, en daar zit nog een gat. Dus kijk uit als je hier loopt in Moskou. En nu gaan we lopen. Nee, maar wij zijn van een clubje. Wij zijn van een club. Dus wij doen het vijand. Lekker. Zo. Lopend over een grote rivier die stijf en stijf bevroren is. Hey schat, heb je het warm? Ik voel me hetzelfde als de rivier. We zijn hier op het plein in Jekaterinburg, op het IJsculturenfestival. Eigenlijk een soort Harbin 2.0, maar dan een mini-festival. Het was echt heel erg druk. En als je dan ook nog eens bedenkt hoe koud het daar was, nou dan is het super. Zo, het is hier echt ongelooflijk koud. En speciaal voor Jos, het is nog kouder dan die keer dat we de vogels dit zand voor je gingen zingen. Het is niet normaal zo koud als het is. De wereldbeker van ijs. FIFA World Cup in Rusland. Het is niet zomaar een restaurant. In het begin toen ik hier binnenkwam voelde ik het meer een bak. Als je naar de keuken toe kijkt. Maar het is echt een heel luxe restaurant. Want
Boven hebben ze een kinderkamer en niet zomaar één. Er staat gewoon een tv waar je films kan kijken. En ik ben zeker heel even langs geweest. Hoe vind jij het hier, schat? Ik zit hier prima in deze Engelse pumpen. Het was een beetje koud buiten, hè? Het was heel koud. Maar ik heb een mojito, lekker op het Engels. Om lekker door te warmen. Proost. Ik heb een Britten burger. En het is een zwarte. Het is zwart. En ik heb nog nooit die saus daarvan op het soort gehad. Dus we gaan het zo proberen. Het lijkt mij erg lekker.